mooiste aan dit soort evenementen is, in ons dagelijks werk zijn we niet direct bezig elke dag met innovatie en duurzaamheid. En als je hier dan komt, dan word je toch weer op een hele andere manier geprikkeld. Je leert op mensen kennen en dat brengt gewoon op een hele andere manier weer, zet je aan het denken. Bij deze Future is er van alles te zien. Bijvoorbeeld 3D-printing. Waar kun je 3D-printen bij inzetten in je bedrijf? Robotica. Er zijn hier hologrammen waardoor je jezelf prachtig kunt profileren. Je kunt leren hoe je door middel van storytelling je eigen bedrijf mooi kunt neerzetten. Ik wil eigenlijk mensen aansteken tot een leven lang nieuwsgierig. Want als je een leven lang nieuwsgierig bent, dan blijf je vanzelf een leven lang ontwikkelen. Wil je de concurrentie voor blijven, moet de lat omhoog. En dus moeten we daarmee bezig zijn. Het gaat niet alleen over schaarse arbeid, het gaat over schaarse energie, het gaat over schaarse materialen. En evident dat je daar dus ook digitalisering bij nodig hebt om daar beter mee om te gaan. We hebben heel veel hoge verwachting van blockchain, van robotisering, maar het duurt heel lang voordat je als bedrijf er echt van gaat profiteren. De natuurlijke reactie is, dan wachten we wel even, dat moet je juist niet doen, je moet daarmee blijven experimenteren. Ik vind dat heel inspirerend om hier te zijn. Ja, dus neem zeker wel die robotisering mee naar huis. Kijken hoe we dat naar morgen kunnen vertalen, hoe we er stapjes in kunnen zetten. Duurzaamheid is natuurlijk een heel belangrijk thema. Het speelt eigenlijk bij alles in de publieke sector, maar ook in de private sector. En het is heel mooi dat iedereen daar ook die noodzaak in ziet. Ik wil dat mensen hoopvol zijn. Hè? Onbekend maakt onbemind. Dus daarom denk ik dat het belangrijk is dat je weet wat er kan. Als je weet wat er kan, kun je er ook kritisch naar zijn, maar kun je er ook mee werken. En dan kun je zien dat er dus heel veel mooie dingen op die manier gerealiseerd kunnen worden. Zeker op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. En technologie is een middel.